met al dat volk voor zich. Een Bayo. Goed van flank veranderd. En Tsarevic gaat trappen. Tsarevic kappen en trappen. Tsarevic, sensatie. De 0-1. Compleet onverwacht. Scoort Tsarevic dan toch de 0-1. De eerste goal van de match valt voor Lokeren. Je houdt het niet voor mogelijk. Racing Genk dat zich platbeukt op Lokeren. En er maar niet doorheen geraakt. Dat doet Tsarevic heel erg goed. En zelfs met de rechter keelt hij die mooi naar de verse hoek. Compleet onverwachts. In de eerste helft deden ze te weinig met een aantal offensieve prikken. Kijk, zo speelt George Lekes dat klaar. Nu in ieder geval zeer snel genomen van Mario Tsarevic. En binnen 1-0 voor Lokeren in de 39e minuut. Bertelijn stond net te ver aan de andere kant van zijn muur. En kan er net niet bij. En zo leidt Lokeren. Eerste doelpunt in 4 wedstrijden voor Lokeren. Via Mario Tsarevic, zijn derde van het seizoen. Er goed tussen. Tsarevic, nog Tsarevic, die kan uithalen. Schieten, Tsarevic en binnen! Schitterende schicht. En meteen is het 1-2 en een ander verhaal hoor voor Lokeren. Het zat eraan te komen, je voelde dat ze beter werden. De ploeg ging beter draaien. En wat minder vertrouwen bij Bergen, dat voelde je ook. En opkomende man Tsarevic met een schitterende schicht hoor. Helemaal geen verhaal voor Herpoel. En zo wordt de tweede helft toch nog wel boeiend. Het wordt al heel snel 0-2 met dat doelpunt van Duarte. En dan denk je, gewonnen spel misschien wel voor...